Annemarie, knappe overwinning vandaag, absoluut. Er is niks op af te dingen. Je pakt ook heel veel moraal, ondanks dat je een minder seizoen had. Mm-hmm. Dan moet jou nu op het eind van het seizoen echt heel veel goed doen. Ja, ik ben ook wel blij met de overwinning en het gaat eigenlijk weer steeds beter. En ik had het eigenlijk, omdat het natuurlijk het zo minder ging, heb ik dit als deze Benelux-pas gewoon een doel gemaakt, zeg maar. Om die gewoon te proberen te winnen en toch nog een leuke overwinning eruit te halen. En dat is gelukt, ja. Ja, dan kun je wel zeggen dat het gelukt is. En ja, het ontlokt mij toch een vraag aan jou. Heb jij plannen richting het NK Marathon? Nee. Ik ga eigenlijk volgende week al gelijk naar de cross in. En ik ga een paar crossjes rijden. En dan heb ik rust. Nee, ik ga wel de Bart Breentje rijden, maar niet de 110. Ik ga kort afstand rijden. Je bent in ieder geval wel bij de Bart Breentje Challenge. Ja, dat doet mij eigenlijk wel goed. Ja, ik ben erbij, maar niet 110 hoor. Dat is wel een beetje lang. Gewoon, ik denk 75 of 55, zoiets. Gewoon een goede voorbereiding op crossseizoen. Ja. Op jouw crosswedstrijden. Ja, volgende week schiet alweer en... Dan ga ik in Zonhoven rijden en dan hoop ik de Wereldbeker in Valkenburg en het EK. En dan rust. Ja. Gefeliciteerd met je overwinning vandaag, Annemarie. En ja, wij gaan ons misschien nog wel in IJssel tegenkomen en anders gewoon volgend seizoen. Ja, super. Dank u wel.